VV Bennekom TV wordt mede mogelijk gemaakt door Jillis Baggerman Makelaardij en Estate, Hypotheken en Verzekeringen. Ik speel ziek. Bennekom verliest vandaag 0-1 tegen Volendam. Bennekom staat in verliespunten inmiddels onderaan in de hoofdklasse. Hoe draai je dit om? Ik had voor de wedstrijd al gezegd van als je deze wedstrijd niet wint, dan zit je diep in de problemen. Dat zitten we nu dus. Hè. Nou, hoe je het omdraait, dat is nog best lastig. We hebben natuurlijk een ploeg die over het algemeen aardig kan voetballen. Sta ik goed of zo? Of moet ik deze kant op? Okay. Die over het algemeen aardig kan voetballen. Dat hebben we vandaag trouwens niet gedaan hoor. Wat het meest zorgen baart is niet dat je verliest, want dat is heel vervelend. Ik vond het ook en daar ben ik verantwoordelijk voor, laat duidelijk zijn, maar ik vond het ook eigenlijk heel lang zonder heel veel beleving. Ik vond het heel lang belevingsloos en hoe dat kan, ja, ik heb het net ook gezegd in de kleedkamer, dat me dat het meeste zorgen baarde. Daar moeten we het maar eens goed over gaan hebben de komende week. Ja, op de tribune kwam het ook zieloos over, vooral in de eerste helft. Maar goed, als we dan kijken naar de 0-1 van Volendam, dan oogt Sjoerd Rensen niet geweldig. Die is op vakantie geweest en die speelt toch, terwijl Oskar Yilmaz twee goede wedstrijden erop heeft zitten. Heb je daar niet een signaal gemist wat je af had kunnen geven? Nee, dat vind ik niet. We hebben vorig jaar ook in een situatie gezeten en Sjoerd heeft tot nu toe prima gefunctioneerd. En er was voor mij geen reden om... Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Dat vond ik niet nodig. Toch zul je met die selectie iets aan moeten om het anders aan te gaan pakken. Ja, maar ja, dat kan in speelwijze ook. Dat kan in de formatie. Of je met twee of met drie spitsen speelt. Goed, dat heeft nog niet eens zozeer met de poppetje te maken. Want geloof me, die jongens die erin staan, die doen hun uiterste best. En dat komt misschien niet altijd zo over. Maar iedereen die gevoetbald heeft, die weet dat je... als het niet loopt zoals je wil dat het loopt. En er zijn een aantal mensen die niet in beste doen. Zijn om wat voor reden dan ook. Dan lijkt het al gauw. Zeker als je het type voetbal speelt dat wij spelen, lijkt het al gauw belevingsloos. En dat lijkt het niet alleen hoor, dat was het vandaag ook, vond ik, lang. Maar goed, het heeft ook te maken met het type spelers dat we nou eenmaal hebben. En wat één wedstrijd voor de winterstop, als je die wint, sta je bovenaan. Dat was tegen Odin, dat hebben we niet gedaan toen, maar dan hadden we een kop lopen. Deze jongens kunnen echt nog wel hetzelfde voetballen als in die tijd hoor. Alleen er is, nou ja, er is in die tijd wel misschien het een en ander gebeurd wat ook invloed heeft. Nou, dat doet ook niet meer zo ter zake wat er gebeurd is. Maar het is wel zo dat we moeten kijken hoe we dat zo snel mogelijk om kunnen draaien. Nou, ja, dat moet dan volgende week maar gebeuren. Ja, want we hebben ondertussen, ik blijf natuurlijk een beetje doorjengelen, want we hebben nu 3 maanden niet gewonnen. Volgens mij in november voor het laatst. Er moet inderdaad wat gebeuren. Achilles Veen volgende week. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Los van het tactische gebeuren? Nou, dat kan je nooit helemaal loszien. Maar ja, Achilles Veen vond ik van de ploegen die dit seizoen heb zien voetballen, vond ik dat de best voetballende ploeg. Dus dat is een zware dobber. Maar goed, we zitten in de situatie waarin we zitten. En daar moeten we dan veranderingen brengen. Te beginnen volgende week. Maar dat zal weer niet makkelijk zijn, hè, tegen Achilles Veen. Maar goed, aan de andere kant, de ploegen winnen ook niet zo makkelijk van ons. Uitzondering daar gelaten van Jodan Boys. Maar verder hebben alle ploegen ook tegen ons er hard voor moeten werken om die punten te pakken. Goed, we moeten het gewoon een keer omdraaien. Ja. Dan nog even naar de ziekenboeg. Roy de Ruiter. Kunnen we die nog terugverwachten dit seizoen? Ja, ik ben geen medicus, maar ik denk wel dat dat lastig is. Roy gaat nog uitgebreider onderzoeken tegemoet. En dat is voor ons heel vervelend. En dat is vooral voor Roy heel vervelend. Maar ik denk dat is voorlopig uitgesloten. Maar goed, daar komen eerst nog wat bredere onderzoeken bij in het ziekenhuis. Dus het zijn wat diverse problemen wat hij heeft. Het komt uit één oude blessure voort, uit het verleden. En blijkbaar geeft dat steeds aanleiding tot andere blessures en kwetsuren. Een andere geblesseerde is Mark Versteenbergen. Die heeft slecht nieuws gehad dat die breuk niet goed geheeld is in zijn hand. Dus die is voorlopig ook nog niet beschikbaar. Nou, de tweede periode was voor Bennekom dramatisch. Dan moet het in de derde periode maar gebeuren. Op naar het Brabantse Veen.
Ik denk even niet een periodetitel als je niet erg vindt. Ik denk eerst aan een wedstrijd winnen en aan het scoren komen. Dat denk ik eerst aan. Goed, ja. Bedankt. Ja.